heeft hij geluk gehad. We krijgen een melding van een voertuig die net zeg maar met geweld is gestolen. Die vullen wapen vast. Waarom draaien? Oh shit. Verdachte houdt zich hier mogelijk ergens schuil. Collega's zijn te plaatsen. Laat dat mes vallen. Laat vallen dat mes. Oh shit. Taser inzet, taser inzet, taser mes, taser. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varmoor. En vandaag ga ik kapot met de Audi, gemaakt door het ministerie van Mods, shout aan hun. En met de Nederlandse verkeerslichten en verkeersborden, gemaakt door Wandertje. Het is nog een WIP, dus het is nog niet helemaal af. Maar kijk eens hierboven, verkeerslichten zoals we die in Nederland kennen natuurlijk. De borden, de verkeersborden, die gaan we zo meteen ook vast nog wel treffen. Wat zit jij net te doen met je auto voor mij? Ja, super vet. Ik mocht ze natuurlijk al, of ik mocht ze natuurlijk, ik mocht ze gebruiken. Zie je wel eens dronken? Ja, zullen we even een stoptekentje geven. Oh, ik krijg, dat is redelijk logisch, want ik wil net een auto een stopteken geven waar iemand uitstapt. En ik denk dat mijn game dat dan niet zo leuk vindt. Maar in ieder geval, dus, de verkeerslichten. Hier zijn ze niet aangepast. What the fuck is dit? Toch? Nee. Hè? Je gaat even iets fout. Ik denk dat ik mijn game een beetje de laatste dagen heb zitten verpesten. Ik weet niet precies waardoor. Maar het kan zijn dat het alleen daar is hoor. Maar ik heb gewoon zo'n gevoel dat ik mijn game een beetje heb verpest. Voor mij zijn ze gelukkig wel weer goed. Wat het verder is dat de straat ook anders is. En dat is de German Road Texture mod, als ik het goed zeg. German Road Textures. En daarbij, dat zijn dus Duitse wegen. Maar ja, het lijkt wel heel erg Nederlands inmiddels ook. De stad is ook wel vet. Even in- en uitstappen. De motorrijder zonder helm links van mij trouwens. Dus gaan we even aan de kant zetten. Maar ja, dit is. Dit, zo, collega's, goeiedag. Hè. Dit is wat ik jullie graag wilde laten zien. En we gaan er nog veel meer van zien. Denk ook aan de snelweg. Het bordje om de snelweg op te rijden is al aangepast. De verkeersborden boven de snelweg nog niet. Maar in ieder geval ja, super vet tot nu toe. Over een release en hoe en wat, daar ga ik allemaal niet over. Daar weet ik ook niks over, dus het hoef je niet te vragen. Tja. Ja, ik wilde dus eigenlijk gisteren een video maken, video uploaden, maar er ging steeds iets mis. Waarom vind ik nou geen voertuig meer? Zo. Er ging steeds iets mis met renderen, dus dit, het was ook echt gisteren, ik neem dit op donderdag op. En ik wilde dus ook op donderdag een video klaar hebben staan, maar die was er niet. Dus deze komt dan meteen op vrijdag online. Als deze wel rendert, want ik snapte niet precies wat er nou precies het probleem was al. Nee, stop, stop, stop. Oh, verkeerde, 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 verkeerde. Nou, laat maar zitten met die motor. Heeft hij geluk gehad. We krijgen een melding van een voertuig die net, zeg maar, met geweld is gestolen. Zo wil zeggen, iemand, let op, dankjewel. Heeft net een man uit zijn voertuig getrokken of een vrouw en heeft dat voertuig meegenomen om daarmee er vandoor te gaan. En hij rijdt hier links. Hey, what's up? Uitstappen, staan blijven. Ik heb zo'n gevoel dat die wapens in het spel zijn. Handen omhoog. LSPD. Don't make me shoot you! C, er gaat er nog eentje rennen. Oh nee, die staat stil. Nee, die gaat wel rennen. Op knieën blijven zitten. Die rare dingen doen, je bent aangehouden. Ik ga je boeien. C, er gaat er nog eentje rennen. Ga met spoed daar 1 in naartoe.
Ja, tuurlijk. Ah ja, logisch. Moet even mijn ambulance veranderen, dat ga ik nu ook doen. De ambulance die ik in game heb staan, die laat namelijk mijn game crashen. En die werd net ingespannen. Dus ik verander meteen de ambulance weer even terug. En dan gaan we weer verder. In ieder geval deze man aangehouden. En ik neem aan die wat net wegrende tot we die ook al hebben aangehouden. Zo niet ik, dan mijn collega's wel. Dus komt goed, tot zo. Je kunt twee meldingen tegelijkertijd binnen. Dat is bijzonder. Maar we pakken de tweede. Als het goed is heb ik die nu aangenomen. Collega vraagt om assistentie bij een verkeerscontrole. Dat is verhoord. Ik krijg geen urgentie door. Collega heeft dus een staande houding, daar vraagt hij een eenheidje bij. Waar maken we van een vrijstelling? Dus rechts inhalen en sneller rijden dan toegestaan. Even praten met mijn collega. Goeiedag. De persoon hier voor me was helemaal aan het slingeren. Ik zag het en ik heb hem aan de kant gezet. Ik ga even kijken waar we het mee te maken hebben. Hang alsjeblieft even rond voor een taartje. Ja, natuurlijk. Blijf erbij. Ik hoop dat hij uit weer vandoor gaat, die witte. Want als hij er vandoor gaat, kan ik geen kant op. Ik ga deze deur even dicht doen. Dan rijdt die witte hopelijk door. Collega, vertel. Ja, ik kan alcohol, ik ruik een alcoholgeur bij. Ik heb alleen mijn ademanalyse erbij. Kun jij die even een blaastest afnemen bij hem? Als ze over het limiet is, dan mag je hem arresteren. Ja, tuurlijk, dat doe ik wel even. Goeiedag Schotel, Wim, politie. Mag even blazen tot ik stop zeg. Blazen, 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 homa. Ja, dat is wat te veel. Ik mag even uitstappen. Ik deze aangehouden voor rijden onder invloed. Ik ben niet onverplicht. Je hebt recht op een advocaat. Wil ik gebruik van maken? Zo ja, dan kan dat. Zo nee, ja, dan krijg je er eentje toegewezen van... nou ja, dan wil je geen gebruik maken van een advocaat. Kan natuurlijk, joh. Doe me gewoon. Handboeitjes om. Ja, transportje is kan op meldkamer. Eenmaal aanhouden, rijdt onder invloed. Auto kan er blijven staan. Takelwagen. En dan gaat iedereen weer rijden. En dan kunnen wij ook rijden. Zo. En door. Wat ligt hier? Aan de lantaarnpaal. Ja, dan gaan we eens kijken, die melden nemen we nooit aan. Er is een georganiseerde straatrace. Dus dat is bekend dat dat daar plaatsvindt. Wij gaan eens even kijken of dat daar allemaal netjes en goed verloopt. En ze zijn al onderweg zo te zien. Als ze verplaatsen, ja, ze verplaatsen zich. Wat moet ik nou? Ik ga wel even mee. Ja, die gaan veel te ver weg, joh. Daar heb ik ook geen zin meer in. Laat maar zitten. We gaan even kijken bij de daklozen die overlast veroorzaken. Moet ik zo gaan? Vast wel. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Ga je melden een verdachte situatie. Mogelijk daklozen die wat overlast veroorzaken. We gaan daar eens kijken. Die vullen een wapen vast. Goedendag. Even dat ding neerleggen. Hoi. Hoi, zie je. Even je dat ding neerlegt. Even meewerken, ja. Die fles even staan. En luister eens, wat is er allemaal aan de handje? Kun jij even een testbewijsje zien? Waarom sta je hier op straat? Zijn er meer mensen bij je?
die is verlopen. En luister eens. Je gaat even met mij mee. Niet letterlijk met mij, maar even met ons mee met de politie. Je staat hier midden op straat, je veroorzaakt overlast blijkbaar. Je hebt een kapotte fles mee, je ziet er niet helemaal fris uit, dus we gaan even uitzoeken wat er allemaal aan de hand is. Even fouilleren. En dan gaan we hier snel de weg veel vrij maken. Daar ga ik binnenkort ook een video mee maken, dus ik heb niet dat verteld. Ik weet niet meer of ik dat vertel of niet. Oh, konijntje. Oeh. Jee. Hey. Iedereen kan zijn weg weer vervolgen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have an incident involving shots fired, terrorist activity in Grande Sonora Desert. Rijdt alsjeblieft prio 1. Suspect is armed. Oh nee! Use rep kanaantje. Alleen nou. Melding diefstal van brandstof, benzine, ja brandstof. Voertuig is daar waarschijnlijk vandoor gereden. Ik ga die kant op, samen met misschien nog wat andere collega's, dat weet ik niet. En we gaan eens kijken of we die boef nog kunnen spotten. Waar rijden we allemaal, ja? Plaatsen. Hoi. Goedag. Eindelijk, wat een opluchting. Oh, oké. Okay. Wat ga je nou doen, Wim, joh, gek joh. Wat ga je nou doen? Oké, okay, ja. Ik heb een vreselijke situatie meegemaakt. Zo'n onbeschofte klant heeft getankt en is gewoon weggereden zonder te betalen. Gelukkig heb ik camerabeelden. Kun je die eens bekijken? Ja, natuurlijk. Ja, hier kunnen we niks mee. Rijdt hij nog weg of wat? Ja, wat moet ik hier nog mee? Je kan niks op zien hoor. Nou, blijkbaar kan ik wel iets. Ja? Nou, ik heb nummerplaat en alles erop staan. Ze zijn die kant op gegaan, agent. Of hij, of zij, of het. Rijdt ergens hier. Is dat hem? Dat is hem, hè. Was hem dat niet? Zou ik zeggen. Toch nog eens kijken. We ja, dat is hem wel. On, route 68. Dispatch, suspect located. Welcome to engage. Goedendag. Hoi. Hi. Kipplum. Hoi, rijbewijs. Even zitten. Is hem, ja, goed. Ja, jouw rijbewijs is ingevorderd. Dus ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 4, ja, voertuigen wordt nog gezocht. Papa, je mag 3, uitstappen. 7, ik ben aangehouden. Diefstal. Van brandstof. Niet zo onverplicht. Krijg een advocaat. Kent verhaal misschien wel. Waarom draaien? Oh shit. Oh shit.
Dekken zoeken. Noodknop. Nee, weg hier. 1202 OC, we komen dan. Politie, maak het af camera. We zijn echt weggegaan en gedierspand. Dat kan toch niet? Is hier ergens. Verdachte is weggerend. Loopt hij ergens rond? Ja joh. Je kunt toch niet hier naartoe rennen en dan opeens poef verdwijnen. Dan moet je ergens rondrennen hoor. Waar is het vrouwke? Geel rokje, vuurwapen gevaarlijk, niet te missen. Verdachte houdt zich hier mogelijk ergens schuil. Collega's zijn te plaatsen. Niemand meer aangetroffen. Gaan de Zulu inzetten en die gaat verder zoeken. En Burgernet opstarten. Ja, is jammer, die is gewoon gedespawned, dat weet ik ook wel. Maar goed, dat is toch geframed. De auto is ook nog eens weg. Jammer, want als iemand die kant op rent, ja, ik had hem nog gewoon in het zicht. Maar poef, opeens was ze weg. Dus dat is wel jammer. Volgende keer pak ik er. We gaan door. Voor de, nou, laatste melding. Waarom zo kort misschien? Omdat ik nogmaals, het is nu 6:30 voor 's avonds. Ik wil nog een ik moet nog eten. Deze video wil ik dus vandaag voor jullie vrijdag online hebben. Het is donderdag. Ik moet hem nog editen, nog renderen. Dus ik moet even doorwerken. Maar goed, nog laatste melding en dan misschien wat korter, maar in ieder geval wel. Nou, nu zitten we in dit gebied. Dat is ook lullig. Of ja, lullig. Beetje dom. Zitten we in dit gebied waar de verkeersborden dus nauwelijks te zien zijn. Kijk maar, dit is nu allemaal. Maar ja, het ging dus om de verkeerslichten en de verkeersborden. Die waren vooral in de stad zichtbaar, maar het liep even een beetje anders in deze video. Maar toch hebben jullie al een klein beeld van wat het geeft. Qua verkeersborden en zo. En lichten. En zo zijn we ineens weer in de stad. En toch nog even de borden en zo te laten zien. Voor mij dus. Of boven mij beter gezegd. Boven, voor, boven. Hoe heet dat? In ieder geval verkeerslichten. Dat is niet helemaal netjes. En deze dingen zijn ook te zien. Die vind ik ook wel lekker. Die kun je ook gewoon weer raden. Of lekker. En die vind ik ook wel vet. Deze dingen. Allemaal Nederlands, het wordt steeds meer Nederlands, GTA, dus dat is wel tof. De road textures op de vloer, of op de vloer, op de straat zeg maar, dat is dus ook, ja, het geeft een Nederlands gevoel. Veel mooier asfalt dan dat Amerikaanse. Het klopt natuurlijk niet helemaal, maar ja, goed. Het ziet er al een stuk beter uit dan voorheen, dat is één ding wat zeker is. Mevrouw. En wat gaat ze doen? Ik heb geen idee. Oeh, ik dacht even aanrijden. Die gaat niemand neersteken, hè? Die gaat niemand neersteken. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Waar is het vrouwke? Wat ga je doen? Kan ik hier naar binnen? Ja, zeker. Kan ik hier naar binnen? Hoi, blijf even staan. Laat de mes vallen. Ik heb een taser en ik gebruik hem. Laat de mes vallen. Laat vallen de mes. Oh shit. Taser inzet, taser inzet, taser mes, taser mes, vuurwapen. Laat vallen. Laat vallen. Heel goed, op knieën. Knieën blijven. Mes wegtrappen. You're under arrest, you piece of crap! Eenmaal aanhouding. Oké. Ga even fouilleren. Ik kan niet heel veel verstopt hebben. Maar ik ga toch even kijken of ik iets qua wapens vind. 12:05, ik ben onderweg.
Nou, in ieder geval, voor jullie. Sorry dat het zo'n video is geworden zoals het nu is geworden. Ik hoop dat jullie toch nog iets ervan hebben kunnen kijken en in ieder geval hebben meegekregen. En ik ben vandaag echt lekker met mijn woorden, met mijn uitspraken. Er klopt helemaal niks van. Nee, ik heb geen beroerte of zo. In ieder geval, ja, over een paar dagen, zondag maken we er dan van. Dan komt geloof ik de video met het leger, waar jullie al de trailer van hebben gezien. Dus dat is wel tof. Ja, en vanaf nu, dus elke video die jullie nu nog gaan zien, zijn dus gewoon met de Nederlands verkeerslichten en Nederlandse verkeersborden. Nogmaals, ik kan jullie niks beloven over een release, ik weet er ook helemaal niks vanaf. Dus dat is gewoon nog een verrassing voor jullie en voor mij ook. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video, zondag dus, met het leger. En ja, joejoe!